Wij gaan aan de slag met gebroken formules omwerken. Een gebroken formule. En je ziet dat i is uitgedrukt in x. En als je een gebroken formule gaat omwerken, dan ga je x uitdrukken in i. Nou, de basis van gebroken formules omwerken is kruislinks vermenigvuldigen. Dus ik zet onder die i even een eentje en dan gaat het een beetje makkelijker. Hè? Dus ik krijg i keer x en ik krijg i keer 5 en ik krijg 1 keer 2 aan de rechterkant van het gelijkteken. Als je wil weten wat x is, dan moet x moet naar de linkerkant van het gelijkteken en wat niks met x te maken heeft, moet naar de rechterkant. Hè? Dus dat betekent dat 5i naar rechts gaat. En het is positief, dus dan wordt het automatisch negatief. Nou, je wil weten wat x is en je ziet x i staan, dus je moet delen door i. Natuurlijk links en rechts. En dan heb je x uitgedrukt in i. Nou, de volgende bladzijde heb ik een paar voorbeelden die ik met je ga behandelen. Nou, we gaan kruislinks vermenigvuldigen. En ik zet even een eentje onder de p. Ik begin met het eerste voorbeeld. Ja, dus ik krijg 1 maal q plus 7 en ik krijg aan de rechterkant p maal q. Nou, alles wat met q te maken heeft moet naar links en de rest naar rechts. Nou, je ziet dus aan de linkerkant van het gelijkteken zie je dus twee termen met de letter q, dus die kan er wel uit. Dan krijg je tussen de haakjes krijg je dus 1 min p. En als je wil weten wat q is, dan moet je links en rechts delen door 1 min p. Tweede voorbeeld, ik wil kruislinks vermenigvuldigen, maar daar staat een 3 aan de rechterkant van het gelijkteken, dus dat gaat niet zo goed. Dus breng ik hem naar links. En nu gaat het prima. Dus dan krijg ik k min 3 maal p plus 6 en aan de rechterkant krijg ik dus 2. Uitwerken, dus k maal p, k maal 6, min 3 keer p. En min 3 keer 6. En er staat nog het getal 2. Nou, alles wat met p te maken heeft aan de linkerkant. Hè, dus dat betekent kp min 3p. En de rest gaat dus naar rechts. Hè, dus min 18 naar rechts. Ik heb er al 2 staan. Hè, dus dan heb ik 20. En dan nog min 6k. Nou, aan de linkerkant van het gelijkteken zie je dus twee termen met de letter p. Dus die kan er wel uit. Tussen haakjes k min 3. En als je wil weten hoe het zit met p, dan moet je links en rechts delen door k min 3. En p is uitgedrukt in k. We gaan naar voorbeeld nummer 3. En ik zie daar aan de rechterkant van het gelijkteken zie ik twee breuken. En van de breuk een half ben ik heel snel af. Als ik eventjes links en rechts even ga vermenigvuldigen met 2. Ik wil kruislinks vermenigvuldigen, maar dat gaat natuurlijk een beetje moeilijk. Hè? Dus dan gaat die 1 even naar links. Gaat nu een beetje beter. Hè, dus je krijgt, ik wil x aan de linkerkant hebben staan. Dus laat ik beginnen met 1 keer 8x. En dan krijg ik 2i keer 2x, 2i keer 3, min 1 keer 2x, min 1 keer 3. Nou, alles wat met x te maken heeft naar links en de rest blijft aan de rechterkant staan. Dus ik zie min 2x aan de rechterkant staan, 8x aan de linkerkant staan. Dus dan krijg ik 10x, 4xi, dus min 4xi en er staat nog 6i min 3. Nou, we zien twee termen met de letter x. Dus dat betekent dat ik die ook wel eventjes buiten haakjes kan halen. Tussen haakjes heb je dan 10 min 4i is 6i min 3. En als je wil weten hoe het zit met x, ga dan even delen door 10 min 4i. Dat is datgene wat bij x staat. En dan heb je dus x uitgedrukt in i. Je hebt weer een gebroken formule omgewerkt. Goed, zijn we op het eind gekomen van deze video. En dan hoop ik jou de volgende keer weer te zien. Dag!